KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom allemaal bij een nieuwe wedstrijd uit de E-divisie, speelronde 14. En we spelen vandaag virtueel in Zwolle, PEC Zwolle tegen Excelsior. Oftewel Stefan Vellinga, met dit team geen speciale kaartjes erin. Wel allemaal wereldspelers, maar ja, geen Informpie, Icon of wat dan ook. En het team van Levi Frederik, ja, die heeft dat natuurlijk wel. En speciaal Brazilianen opgesteld, zodat hij weer wat kreten naar buiten kan gooien. Een andere kreet van een e-sporter. De man die nu ook naast me zit, die herken je misschien wel. Dat weet je natuurlijk, dat is Lode de Boer. Ja, dankjewel. Ja, lekkere aankondiging. Ik kan hem niet zo goed als de Braziliaanse Namartje en Firmino. Firmino. Ja, die zijn goud. Ik ben benieuwd of we een paar keer gaan horen vandaag, maar lekkere wedstrijd. Ja, precies. Ik hoop het. En Ronaldo heeft nu inderdaad sterspelers erbij. Had dus eerst gewoon Firmino. En dan denk ik van, ja, dat is natuurlijk een leuke speler. Zo'n 87 in vorm, die kan er wel wat van. Maar nu ook gewoon 95 Neymar ernaast, Ronaldo ernaast. Alle ballen op Namartje. Hij heeft het uitgebreid. Ja, lekker. Ja. Hij doet me goed. Ik vind het lekker om Levi af en toe te zien ballen. En Stefan is natuurlijk gewoon af en toe voorzetje. Die af en toe tovert hij een goal uit de hoge hoed. Ik denk, hoe kom je hierbij? En daarna krijgt hij ze ook weer tegen. Dat je denkt, nou Stefan, ja. Wat heb jij afgelopen nacht gedaan? Je weet in ieder geval dat het inderdaad bij Stefan altijd wel een leuke wedstrijd wordt. Ja. Dus sommige spelers denk je, nou, ik weet al wie er gaat winnen. Bij Stefan heb je echt geen flauw idee. En dat weet hij zelf ook volgens mij. Het zou zomaar kunnen dat Stefan op de laatste speelronde van de E-divisie er uiteindelijk voor zorgt dat de koploper zijn punten kwijtraakt. Ja, precies. Ja. Dat hij dan in één keer iemand 7-0 pakt met 7 voorzetten. Ja, hij heeft het zelf ook niet helemaal in de gaten. Nee, daarom. En vandaag kunnen we natuurlijk ook wel wat gaan verwachten. Voor beide heren staat er niet extreem veel meer op het spel. Levi doet het echt verrassend goed. Zijn tweede seizoen zelf natuurlijk bij de E-divisie. Staat op dit moment op de 6e plek met 25 punten. En boven hem staat dan Roda. Terwijl Stefan hier een hele grote kans krijgt. Oei. Boven hem staat Roda ook met 25 punten. En daarboven weer Heracles. Dus afhankelijk van wat zij gaan doen deze ronde. Ze zijn allebei al in actie gekomen. Kan hij gaan stijgen of moet in ieder geval zorgen dat de AZ... Stefan staat natuurlijk nu 16e. Ja. Dus laten we zeggen, real life is dat een play-offs plek. In ieder geval naar de Huplay League. Het is niet wat hij wil. Vorig seizoen natuurlijk ook, toen ik nog meespeelde, zat hij ook met mij een beetje in de onderste regionen. Ja. Het is niet helemaal... Hij moet wel eigenlijk winnen, want dan kan hij misschien over Heerenveen heen. Dus het zou wel lekker voor hem zijn. Zo, dan moet hij in ieder geval hier. En is het erin. Game is geen game, jongen. De game is geen game. Ik denk dat hij daarmee doelt op de rebound die De Gea en de verdediger allebei niet... Het begint in ieder geval heel erg goed voor Stefan. Dat kunnen we wel zeggen. En Ronaldo. Ik vind het altijd wel mooi hoe die gasten thuis het spel game helemaal afkraken. Ja, klopt. Maar aan de andere kant, ik snap het. Het is in sommige gevallen natuurlijk ook wel terecht. Maar is het meest verstandige om te doen tijdens een spel? Nee, ik denk het niet. Je komt gewoon 1-0 voor. Dan zou, ik zou gewoon gaan juichen. Het zit mij ook score, als ik maar score. Ja. Maar dat heeft Levi toch altijd wat minder. Die baalt eigenlijk dat hij zo moet scoren. Hoewel, dit is wel lekker. Neymartje, nou, leg maar terug. Ronaldo, afstand schiet. Nee, Mbappé. Nou, ja hoor. Zo, die is vies. Nog een keer. Oh. Nou ja, dan vindt hij het vervelend om zo te scoren, zeg je. Ja, dan gaat hij proberen zijn tegenstander compleet te vernederen door zo'n kans te creëren. En dan wel gaan juichen, dat zou helemaal mooi zijn. En dan wel. Ja goed, misschien is het ook een vriendschappelijk iets. Is dat wat jij erkent als e-sporter, dat je dan misschien de pijn van de ander een beetje wil verzachten door dan... Nee, ik ben daar niet zo van, denk ik. Misschien sommige jongens wel, hoor. Dat je denkt van, ja sorry, weet je, dat je net als je met tennis via het net een punt maakt. Dat je zegt, sorry, was niet mijn bedoeling. Ja. Dat zou kunnen. Nee, ik zou gewoon lekker gaan juichen. Je interesseert mij nou weer. Ja, precies. Dat is sport, toch? Ja. Je wilt gewoon zoveel mogelijk scoren. Tenminste, dat lijkt mij. En als je het via een reboundje doet. Ja, dat is ook het spel. Ja, dat speel je ook. Daarvoor ben je e-sport. En moet je ook af en toe benutten. Ja. Je kan ook de hele wedstrijd niet scoren. Alles op de paal. Ja, dan loop je ook te schelden. Doe dan maar dit. Nee, klopt. En dan, het is leuk voor de wedstrijd. Meteen een doelpuntje. Tenminste, altijd. Nu moet Stefan. Dat is tof. Hij begint zich ook steeds meer te ergeren aan zijn gezichtsuitdrukkingen te zien. Kijkt een paar keer naar onder. Misschien iets met zijn controle aan de hand. In ieder geval nu een kans voor Excelsior. Die Stefan weet te onderscheppen en dan naar achter gaat voetballen. Zit lekker hoog drukken hier. Slordig balverlies. Nou, Canviera, Mbappé, Firmino. Tikkie terug eventjes. Zwiam, Neymar. Oh, nou, steek hem zo door. Ai, ja, die laatste paas onderin stond iemand vrij. Is een verkeerde keuze gemaakt hierdoor. Nou, Gareth Bale. Komt weer zo'n voorzet van Stefan. Dat is natuurlijk weer de vraag. Ronaldo tegen Blank heeft nog steeds de bal. Trucendoosje. Ik zie die truc vaak fout gaan. De Berbatov spin. Ja. Zit ook al heel lang of zo. Oei. Oh, mooi zeg. Lozano. 1-1. Hij reageert laat, man, zegt hij. Ja, het lijkt alsof
echt even wat vertraging in heeft. Dat zie je ook heel goed met het verdedigen. Dat zijn ja, verdedigers eigenlijk gewoon niet instappen of een beetje zitten slapen. Maar ook weer gemopper van Levy, terwijl het gewoon een heel mooi uitgespeeld doelpunt van Stefan was. Goede paas van Lozano en die kan hem geplaatst schotje gewoon in de korte hoek schieten. Helemaal niks mis mee. Staat hij wel lekker 1-1. Dat is mooi. Dan hebben ze allebei elkaar eventjes doelpunt opgeven. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het 1-1 gaat blijven, aangezien bij beide partijen inderdaad wat fout gaat. En inderdaad. Het vrij heftig heen en weer gaat, zou de eerste helft. Keeper met nummer 10, dat lukt niet vaak. Sommige mensen kunnen daar echt heel slecht tegen. Als je bijvoorbeeld Ronaldo nummer 8 geeft. Ja? Worden ze gek. Dan worden ze... Bas is daar één van. Die houdt het niet. Die wordt helemaal lijp. Die kan de hele wedstrijd praten over rug. Zo'n CD kan het niet aan gewoon. Nee, dan wordt hij helemaal knettergek. Lekker is dat. Ja, de jongens zijn duidelijk niet tevreden met hoe het er nu aan toe gaat. Ik moet zeggen, de passen zijn ook niet heel erg strak. Ja, we hebben het al heel vaak over gehad. En er is nog steeds nooit een echte verklaring voor IJ of van IJ gegeven. Voor mogelijke redenen en oorzaken die ervoor zorgen dat een spel de ene keer... Ja, dit is mooi hoor. Oh, ja, Bobby. Goed gespeeld. Geen Firmino, maar Bobby dit lekker. Keer. Lekker. Dat laatste tikje, dat is klasse. Nog even een tikje breed, staat er iets beter voor. Verder hoek. Ja, 100% doelpunt. Zo'n kans moet je Levy niet geven. Perfect afgemaakt inderdaad. Die prikt hem binnen, Met zijn Bobby. Maar goed, wat ik net zei, dat er ook nog nooit echt een verklaring is gegeven van IJ voor oorzaken die ertoe kunnen leiden dat het spel dus het ene moment anders speelt dan het andere moment. Want dat is wat e-sporters, of in ieder geval de gemiddelde FIFA-speler, heel vaak meldt. En wat de spelers van de e-divisie ook aangeven, dat het de ene opnamedag anders is dan de andere opnamedag. Ja, het is gewoon als je thuis speelt, dan is gewoon natuurlijk internet ook anders, de setting is anders. Andere game modes waar je ook natuurlijk ook speelt, zal natuurlijk allemaal wel mee te maken hebben. Ja, dan speel je natuurlijk Weekend League in plaats van een friendly, zeg maar. Ja, en dat niveau, of tenminste, de speelsnelheid is gewoon wat lager. Ja. Ja, dan moet je dan maar mee zien te dealen. Vooral balbezit werkt wel altijd wel lekker. Zodat Ali die speelt altijd echt wel gewoon ook goed. Weet je, die speelt zijn eigen niveau hier en ook in de Weekend League. Ja, die heeft een speelstijl die misschien meer ligt. Want jouw collega, bijvoorbeeld Danny, die komt in de ranglijst op dit moment 11e niet echt tot zijn recht. Helemaal niet als je bekijkt wat voor een resultaat hij online haalt. Nee, online is het een totaal andere spelen. En dat gaat veel sneller. 4-2, tik, 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 tik naar voren. Ja, ja, die komen die paas dan niet aan. Dat weet je. Dus je moet gewoon je tactiek ook gaan veranderen. Want dat is het spel alleen wat je speelt. Heb er maar mee te dealen natuurlijk. Ja. En misschien is Levy ook zo'n speler. Want ondanks dat hij natuurlijk zesde staat in deze wedstrijd ook redelijk speelt. Heeft hij online natuurlijk ook betere resultaten. Die niet geëvenaard worden in deze seizoenshelft. Nee, in deze wedstrijd. Ja, Levy is natuurlijk ook gewoon beter dan Stefan. Laten we eerlijk zijn. Ja, dat ook. Ik denk ook niet dat Stefan zometeen heel boos een berichtje zal sturen. Met, hey, wat zeggen jullie nou weer? Ja. Ik vind mezelf wel goed. Of tenminste, ik kan ze zelf wel goed vinden, maar... Nee, is ook zo. Maar hij heeft natuurlijk ook gewoon een minder goed team. En dat heeft natuurlijk zijn redenen. Er wordt vaak achtergelaten in de comments van... Ja, maar het is ook niet eerlijk dat Stefan een veel minder goed team heeft. Ja, aan de ene kant heeft iedereen daar gelijk in. Maar aan de andere kant is het zo dat Levy volgens mij een speler is... die er niet heel veel geld tegenaan heeft gegooid. En zijn team vooral bij elkaar heeft gespeeld... door de resultaten die hij haalt in de Weekend League. Ja, het is niet dat Excelsior een potje heeft met een paar duizend euro... met hier openbaar wat. Daar ga ik niet van uit. Nee, dat is... Dit is ook lekker gespeeld. Ronaldo na Neymar. Goed geblokt. Ferdinand. Goede aanval. Nou, dan kan Peck gaan counteren. Die moet ze toch een beetje van hebben. Die vleugels opzoeken en een voorzetje geven. Dat is een beetje het spel waar Steven natuurlijk onbekend staat. Weinig mensen voor de bal. Alleen Suarez hier. Ja, die moet trucloos open gaan halen. Steekt hem verkeerd. Weinig afspeelmogelijkheden daarvoor in. Ja, misschien een tikje terug. Dan toch rustiger aandoen. Wachten op die aansluiting. Maar misschien net iets te gehaast. En ja, als je alleen Suarez stuurt. Het is ook niet de meest snelle speler. Niet echt spelen met de grootste trucendoos. Het enige wat je... Of ja, die kan knallen, die kan schieten. Ja, dat kan niet geweldig. Maar om nou te gaan dribbelen met... Zo, wow, panna. Door de beentjes. Buitenspel. Zon. Levy probeert even zijn focus te pakken. Ja, dat is lastig als iemand tegen je aan... Ja, ik heb met Mongolen te maken, man. Nee, Levy is niet heel erg tevreden, kunnen we wel zeggen. Nee, dat... Staat ook een beetje. Ja. Niet echt heel erg in concentratie. Inzinken. Ja. Toch moet je deze wedstrijd even zien te winnen. Het zou lekker voor hem zijn. Maak je toch weer een mooie aansluiting met die top.
Ja, dat sowieso. Maar wat we net al zeiden, kijk, boven hem had hij natuurlijk Roda en Heracles. Met 27 en 25 en 27 punten respectievelijk. Heracles was als eerste in actie gekomen en heeft gewonnen van AZ. En Roda heeft heel verrassend toch wel 5-1 verloren van Groningen. Ja. Waardoor Excelsior boven Roda kan klimmen. Ja. En afscheid kan nemen van AZ, die 2 punten onder hem staat. Ja, dat is lekker Tom, hè. Tom die was natuurlijk totaal niet in vorm lange tijd. Nee. En eigenlijk nog steeds niet echt helemaal. Die probeert zijn spel ook een beetje aan te passen. Het gaat dus dan niet zo als vorig jaar natuurlijk. Nee, die haalt elke week hele wisselende resultaten. En dit was trouwens een hele mooie pot. Tom en Nick den Hamer. Nou, gelijkmaker. Zo, 1-3. Oh, 1-3, natuurlijk. Ja, excuus. Ook weer heel goed vrijgespeeld. Lera S, zoals die Leroy Sané noemt. En dan lijkt het toch alsof Levi die 3 punten met zijn, niet mijn woorden, Mongolen dan toch binnen heeft. Toch super Stefan, net opstelling veranderen en dan krijg je meteen om die aanval... Je hele pauze 40 seconden lang besteden aan die tactiek die het misschien moet gaan doen. En dan daarna, werkt niet. En de Leeuw. Ja, en it's gone. Later. Nou, de drop en rover misschien wel voor Levi Firmino. Pogba, dit wordt snel en wordt goed gespeeld. Naar Mar houdt hem terug. Nee, nog steeds de bal. Misschien eventjes de breedte zoeken. Pogba, de mannetjes voor het uitkiezen. Stefan die probeert een beetje dicht te zetten. Dat lukt wel aardig. Aan de buitenkant natuurlijk altijd ruimte met Valencia. Gaat nog een keer naar Valencia terug. Heel rustig en goed gespeeld. Nou, Sané. Opendraaien en schieten. Ai, iets eerder kunnen doen. Ja, de hoek was iets lastiger voor Ronaldo. Dan kan hij natuurlijk van overal wel scoren. Maar Ferdinand dekt dat ook goed af. Complimenten naar Stefan natuurlijk daarvoor. Je ziet echt dat Levi zoveel geduld heeft. En gewoon inderdaad rondpaast tussen spelers die 1 meter uit elkaar staan. Gewoon wachtend op dat gaatje. Ja, dat soort spelers zijn zo vervelend om tegen te spelen. Stoma. Stoma, zegt hij. Stoma. Actietje. Is goed gespeeld. Nou, randje 16. Geen voorzet. Je wilt echt liever zelf uitspelen. Voorzet is natuurlijk altijd een beetje een gok. Oh, mooi. Nou, boom. En doelpunt. Ja. Neymar. Heel mooi doelpunt van Levi. Stefan zal er van balen. Zit hier inderdaad ertussen met Alaba. Maar ja, die bal die valt weer voor de voeten van de Roberto Firmino was het volgens mij. En uiteindelijk komt hij bij Neymar. Blijf maar meekrijgen. Het momentum. Ja. Ja, dat zal Levi misschien bedoelen. Dat het inderdaad op een gegeven moment echt totaal niet lukte. En nu lukt alles voor hem. Ja, net als je drukt op rondje, dan verwacht je natuurlijk dat hij hem afpakt. Als je dan via de voet van Firmino, laat me zeggen, de bal nog steeds meekrijgt. Ja, dat is het doelpunt. Ja, Stefan legt met zijn verdediger perfect neer voor Neymar. Scherpt hem goed af, maar dan is het net niet. En dan maakt Levi natuurlijk altijd zo'n bal gewoon af. Moet je niet 2 keer zo'n kans geven. Dan zit hij erin. Valencia kan ook weer opstomen. Ronaldo, goede schijnbeweging hier. En een vrije trapje. Zal hem rustig terug gaan passen. Ja, hij staat 4 en voor, maakt jou het uit. Nog even tikje terug. Nou, Stefan gaat niet meer heel veel de bal krijgen, wil ik zeggen. Dan gebeurt dit. Nee, Stefan moet snel gebeuren. Ja, Stefan moet ook aanvallender gaan spelen. En dan zie je inderdaad dat zijn aanvallend middenvelder en zijn 2 spitsen. Terwijl de weer wordt gebaald door Excelsior. Dat Stefan zijn aanvallers gewoon heel ver naar voren staan. Omdat ze natuurlijk gewoon, ja, het moet ook wel dat aanvallende. Maar daardoor komt hij er gewoon niet meer uit. Daardoor heel groot heel gat. Weinig aansluiting. Ja, een groot gat tussen middenveld en de rest van het veld eigenlijk. Staat veel te hoog, veel te breed. En dan kan, als Levi de bal heeft, houdt hij hem zo 5 minuutjes vast. Dat is geen enkel probleem. Dan tikken die 5 minuten gewoon weer verder. En die gaan vanaf de 80ste minuut voor je gevoel altijd iets sneller dan normaal. Goeie steekbal. Daar zit Stefan tussen. Het heeft er niet ingezeten voor Stefan eigenlijk, de hele wedstrijd niet. Nee, klopt. Ja, een keertje die gelijk maken, maar sindsdien ook niet echt aanspraak gehad op meerdere punten. Hij is niet één keer in de 16 geweest, tweede helft, volgens mij. Nee, dat ook niet, inderdaad. Dus dan wordt het heel erg zwaar. Nou, kijk, Gerrit moet wel naar zijn linker toe. Precies, steeksballetje, ja, hij zit daar zo druk. Dan wil je zo graag die 2-4 maken, maar dan kan je beter even terugpasen. Want nu ligt het natuurlijk aan de zijkant gewoon open voor Valencia. Rustig speelt, mooi verlegd. Nou, maak dan maar weer... schieten! Wil het te mooi doen. Ja?
Levi zit ook helemaal niet echt meer te focussen, lijkt het wel. Nee, die wil het gewoon nu te mooi doen. Dat heeft hij vaak. Sowieso is het zijn speelstijl om te proberen een kans zoveel mogelijk uit te spelen. Zodat natuurlijk de kans dat het een doelpunt wordt zo groot mogelijk is. In plaats van lekker optimistisch een keertje vanaf buiten de 16 of randje 16 de bal erin te schieten. Dat zie je hem niet doen, nee. En soms overspeelt hij zichzelf daardoor een beetje, zoals nu. Met Neymar, ja, 5-star weakfoot, 95 Neymar, die kan uit de draai ook nog flink rachen met allebei zijn benen. Ja, 95 Neymar in je team. Als ik die had, zou ik gewoon randje 16 gewoon altijd knallen. Ja, ja, dan zit hij er wel een keertje in. Maar nee, leef je niet. Dus dan zitten we zo in de 90ste minuut en kunnen we dan toch wel zeggen dat eigenlijk Stefan geen moment in de wedstrijd heeft gezeten. En Levi dit gewoon professioneel heeft uitgespeeld. 4-1 winst is niks op aan te merken, joh. Nee, 4-1 winst. Duidelijke cijfers voor Excelsior. En daarmee de ene laatste wedstrijd van deze speelronde gespeeld. De volgende wedstrijd in deze speelronde, tevens de laatste wedstrijd, is een topper, hoor. Dat is PSV tegen Ajax. Strijd om de titel. Pekman. Goed gespeeld, jongen. Mooi potje. Nou, heel mooi. En hier lijkt het alsof de beide heren die er in ieder geval heel blij mee zijn dat deze wedstrijd is geëindigd. Het wordt 1-4 voor Excelsior. We staan hier met Stefan, oftewel Pekman, die heeft verloren van Levi. Ja, 1-0 achter, 1-1 en vanaf daar ging het mis. Ja, daarvoor ging het al mis, want het kwam totaal niet meer spel. Het is frustrerend, want ik heb andere opnamedagen. Daar ging het wel gewoon een stuk beter voor mijn gevoel qua spel. Maar ik kom er niet in vandaag. En de eerste wedstrijd tegen Roda kwam ik terug tot 3-2 en nu tot 1-1. Dus ja, als je dan kijkt, dan denk je van nou, het kan nog. Maar je gevoel zegt wel dat het goed zit of niet goed zit. Dus er moet nog wel wat gebeuren. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan. En dat moet gaan gebeuren. Er wordt ook Levi een beetje zijn onvrede uit tijdens de game. Had je nog gedacht dat je daar iets meer profijt van uit kon halen? Of dacht je van, ja, het is al gespeeld? Nou, we hebben allebei eigenlijk allemaal last van die game op dit moment. Sowieso, ik heb het gevoel dat hij vandaag helemaal heel traag is. Paasjes die je van tevoren geeft, die komen pas later. Worden die nog gegeven? Maar goed, daar heeft iedereen last van. Dus dat is geen excuus. Maar de ene kan er beter omgaan met de andere. En het zit mij nu niet echt lekker mee. En wat is nu het plan? Want je hebt nog 3 weken te gaan. Ja, het wordt toch naar onderkijken geblazen. Maar je moet nog tegen een directe concurrent. Hoe ga jij deze andere wedstrijden nog in? Ja, ik moet nu sowieso even mijn koppie weer schoonmaken de komende tijd. Dan moeten we gewoon. Ik weet wat ik kan. En als ik mijn eigen spel speel, dan moet dat goed komen. Dat ik sowieso nog 2 wedstrijden kan winnen van de 3. Dus daar gaan we voor. Succes. Dankjewel. Ja, ik sta hier met Levi. Die heeft zojuist gewonnen van Pac-Man. En de game is geen game. De game is zeker geen game en dat is op het moment een beetje frustrerend. Want ik wil gewoon lekker mooi samba voetbal, tiki-taka, maar het gaat soms wat moeizamer dan gehoopt. Je kwam 1-0 voor, toen werd het nog 1-1. Ja, wat denk je dan op zo'n moment? Ja, dan scoor je de 1-0 en eigenlijk had hij tot dat moment niet veel in te brengen. En dan gelijk zijn eerste kans 1-1. Dan denk je, ja, ga toch niet weer zo'n moeizaam potje hebben terwijl het eigenlijk helemaal onnodig is. Maar ja, uiteindelijk wel goed herpakt en de 3 punten weer mee naar huis. Ja, 3 punten, je staat gewoon goed geclasseerd denk ik wel. Is het waar je verwachtte te staan of is het lager dan je denkt, hoger? Hoe heb je het van tevoren ingeschat? Nou ja, ik had sowieso vorig jaar de droom om mee te doen met de E-divisie. En ik had het gevoel dat ik gewoon mee kon doen in de top. En dat dan niet echt is gelukt, dat doet wel pijn. Ik heb natuurlijk goede resultaten gehad, maar het is gewoon niet constant genoeg. En ja, ik hoop me daar volgend jaar wel in kunnen revancheren. Goed, nog 3 weken te gaan. Hoeveel punten nog? 9 punten, hè? Ja, dat is duidelijk. Succes. Ja, is altijd insteek. Thanks. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.